إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بخينمة العقيدة مت بوك شرح لمعة الاعتقاد دي شخرايفر رحمه الله تعالى يفتخزيخت، ومن السنة تولي ومن السنة تولي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومحبتهم وذكر محاسنهم والترحم عليهم والاستغفار لهم والكف عن ذكر مساوئهم وما شجر بينهم واعتقاد فضلهم ومعرفة سابقتهم. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. وقال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. ومن السنة وبتيكنت أن توت بالسنة توت الخلاف وات أهل السنة والجماعة خلافة يهديكم الله ويصلح بالكم. Dus tot de fundamenten van het geloof van Al-Sunnah wal-Jama'ah behoort dat zij ashab, dat zij de volgelingen, de eerste volgelingen en degene die in Al-Rasool, de eerste volgelingen van Al-Rasool sallallahu alayhi wa sallam, en degene die in hem geloofde en als gelovigen sterven, dat zij van hen houden. Al-Sunnah wal-Jama'ah houden van al-Sahaba. En zij noemen hun goedheden. Zij praten over hun goedheden. Over hun goede daden. En zij vragen Allah Ta'ala om hen te vergeven. En om voor hen barmhartig te zijn. En zij praten niet over als er iets slecht is gebeurd. Dus praat niet over hun slechtheden. Want als die er zijn, dan zijn die vergeleken met wat ze aan goedheden hebben verricht. Vallen in het niets. En ze praten ook niet over hetgeen wat
tussen hen was en wat er is gebeurd. Dan hebben we het over die veldslagen, problemen die waren tegen het einde van tegen het einde van de Amir al-Mu'minin Uthman, radiyallahu ta'ala anhu, die vermoord werd door de Khawarij en de fitan die daarna zijn ontstaan. Daar praten we niet over. Dat wil niet zeggen dat we het helemaal verwaarlozen. Nee, het staat in ons boeken. Een student maakt er kennis van, maar we praten er niet over. Zoals Omar, Amir al-Mu'minin Omar ibn Abd al-Aziz, radiyallahu ta'ala anhu, rahimahullah, heeft gezegd: Tilka dima'un taharallahu biha qulubana, fala nulawithu biha alsinatana. En wij geloven dat zij grote betekenis hebben voor ons en voor deze umma. En we geloven dat zij beter zijn dan al diegenen die na hen zijn gekomen. Wij geloven dat zij ook de beste mensen zijn na de profeten. En wij erkennen dat zij de eerste waren in de islam. Toen het heel zwaar was voor de boodschap van de islam. En dat zij al-Rasool, sallallahu alayhi wa sallam, hebben bijgestaan. En de dien hebben verdedigd. Met alles wat ze hadden. Ja, met bezit en ziel. Met nefs en geld. قال تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. Dat is het geloof van Ahl Sunnah wal Jamaah, dat uit de Koran volgt, uit de Sunnah. والذين جاءوا من بعدهم, dat wil zeggen, en zij die na hen gekomen zijn, dat zijn dus dat zijn wij en de generaties na de Sahaba, die na hen zijn gekomen. Dat zijn de gelovigen, ja, die gehoor hebben gegeven aan de oproep van al-Rasool, sallallahu alayhi wa sallam. Maar die hem niet hebben gezien. En wel in hem geloven. Maar die hem niet hebben gezien. Dus ze maken geen deel van de Sahaba. Ze kwamen na de generatie van de Sahaba. Of nadat Rasool zijn dood was. Ze hebben hem niet gezien. Dus zij die na hen gekomen zijn, zeggen: Onze Heer, vergeef ons. En onze broeders die ons in het geloof zijn voorgegaan. En laat geen wrok in onze harten jegens hen die geloven. Onze Heer, u bent vol mededogen en barmhartig. Nou, dat is het geloof van Ahl Sunnah wal Jamaa'ah als het gaat om de Sahaba. En überhaupt als het gaat om ieder gelovige. Ieder gelovige voor ons. We vragen Allah Ta'ala. We zeggen: O ons Heer, vergeef ons. Vergeef ons en onze broeders die ons in het geloof zijn voorgegaan. En dat zijn alle gelovigen. Wat aangeeft dat gelovigen broeders van elkaar zijn. Ook al zijn ze dood. Ook degene die dood zijn. Maar ook diegenen die na zullen komen en die gelovig zullen zijn, zijn allemaal broeders. وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا. En laat geen wrok in onze harten jegens hen die geloven.
Dat is het geloof van het Sunna al Jamaa. En ieder geloof dat tegenstrijdig is met dat geloof, is niet het geloof van het Sunna al Jamaa en is ook vals geloof. Dat is een afwijking. Er is een afwijking. Ja, zoals het geloof van de Shiïten die de Sahaba zelfs tot kuffar verklaren. Niet alleen maar slecht over hen praten, maar zelfs tot ongelovig verklaren. En de schrijver noemt ook het vers Muhammadun Rasulullah. Muhammad, Rasulullah, is de boodschapper van Allah. Of je nou het wilt of niet. Of je het erkent of niet. Of je het gelooft of niet. Muhammad sallallahu alaihi wasallam is de boodschapper van Allah. En hij is gezonden als rahma voor de mensheid. En degene die deze rahma, deze barmhartigheid aanvaardt, die doet zichzelf daarmee voordeel mee. En degene die deze rahma verwerpt, die benadeelt zichzelf alleen maar. Want Allah Ta'ala is ghani, hamid, subhana, ghani, rijk. Hij heeft niemand nodig. Om een kafara. فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِي الْعَالَمِينَ. Het is voor ons. Ons geloof is voor ons. Onze daden zijn voor ons. Als we geloven en goed handelen, dat is voor ons. Wij baten Allah Ta'ala daarmee niet. En als we niet geloven en geen goede daden verrichten, dan schaden we Allah Ta'ala niet. We schaden alleen maar onszelf. Dus alles wat we geloven, wat we doen, is voor ons. Allah Ta'ala houdt van aanbidding. Houdt van goedheid. En hij heeft dat opgedragen. Maar hij dwingt ons niet. Ja. Je begrijpt natuurlijk dat het onderwerp hier gaat over de rechten van as-sahaba. Radiyallahu Ta'ala anhu wa arda. Ja, gisteren in Mechelen hebben we het gehad over het recht van Allah Ta'ala, de dienaren. En broeder Ustad Abdul Ghafoor, Abu Yusuf, die heeft het gehad over het recht van Ar-Rasool, sallallahu alaihi wasallam. En het is geen, ja, toevallig of niet, voor ons is het natuurlijk toevallig, maar voor Allah Ta'ala is het geen toeval, dat wij vandaag, het onderwerp van vandaag, het recht van de Sahaba is. Dat is een mooie volgorde. De Sahaba, radiyallahu ta'ala anhu wa ardahum, zij hebben recht op ons. Zij hebben recht op deze umma. Immers, zij. Vanwege, waarom hebben ze recht op ons? Vanwege wat ze gedaan hebben voor deze dien. Vanwege het verdedigen van deze dien. Vanwege het helpen van Ar-Rasool, sallallahu alaihi wasallam. Om de boodschap van Allah Ta'ala over te dragen. En ze hebben hem geholpen. Met alles wat ze hadden. Met ziel en geld. Met kennis en daad. En zij hebben deze dien beschermd. Allah Ta'ala heeft deze dien door hen beschermd. Want zij hebben deze dien geleerd van Ar-Rasool, sallallahu alaihi wasallam. En ze waren zeer actief in het vergaren van kennis. Zeer actief in het vergaren van kennis. Als je hun sira, hun levensverloop leest, ja, dat is wonderbaarlijk. Vraag je soms af, waren dat mensen? En het waren mensen, zoals u en ik, van, zoals men zegt, van vlees
en bloed. Dus ook met emoties, met begeertes, met verdriet, met vreugde enzovoort. Maar het verschil is taqwa. Daarin verschillen zij van anderen. Is taqwa, al-iman. Ze waren oprecht, trouwbaar. En Allah Ta'ala heeft zijn dien door hen beschermd. Doordat ze de Koran, zijn boek, uit het hoofd hebben geleerd. En ook de sunnah van Rasool Sallallahu. En ze hebben ook begrepen wat in de Koran staat. Want zij hebben met Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam geleefd. En zij hebben die kennis vers van zijn mond overgenomen. En hij sprak alleen maar de waarheid. En hij gaf de Koran door. Die aan hem werd geopenbaard. En hij verduidelijkte die ook. Dus voor hen was alles duidelijk. En zij hebben deze kennis in daad gezet, omgezet. Zij hebben hem in de praktijk gebracht. Voor hen was het niet alleen maar kennis, maar het was kennis vergaren, niet om kennis, maar om daden te verrichten, om te handelen. Het verhaal van Ibn Umar, radiyallahu ta'ala anhuma, is denk ik de meest van jullie bekend, dat hij over Surat al-Baqarah, hoeveel jaren heeft hij over gedaan, over Surat al-Baqarah? 8 jaar plus een paar maanden. En Abdullah ibn Umar, hij was intelligent, hij was ook een van de grote geleerden van Sahaba, maar hij heeft toch over Surat al-Baqarah, om die sura uit het hoofd te leren, 8 jaar en 4 maanden gedaan. Waarom? Want hij leerde 10 versen uit het hoofd, begreep hij eerst, hij handelde ernaar en dan pas ging hij verder. Zoals sommigen hebben overgeleverd. Ja, dus de Sahaba radiyallahu ta'ala anhum hebben deze ilm, de openbaring, in de praktijk omgezet. Voor hen was het geloof niet alleen maar woord of geloof in het hart. Voor hen was het geloof woord en daad. Voor hen was het geloven met hun hart. Uitspreken daarvan met een lisan, met de tong. En daden verrichten. Dat alles was voor hen het geloof. En dat hebben zij ook gedaan. Radiyallahu ta'ala anhu ardaw. En zij hebben deze dien ook verspreid. Zij hebben deze dien verspreid. Ze zijn niet gaan slapen. Wanneer, want ze voelden dat deze verantwoordelijkheid. En dat zij nu eenmaal deze kennis hebben. Dat zij die moeten verder brengen. En zoals we weten, alhamdulillah, de islam is overal verspreid door juhud, inspanningen van sahaba radiyallahu ta'ala anhum, van de rasool sallam, en sahaba, en daarna de generaties die na hen zijn gekomen, die begrepen hebben, ja, dat zij deze boodschap van Allah ta'ala en de mensheid moeten overbrengen. En vervolgens is de hujja, is het bewijs geleverd. En dan is het er is geen dwang in de dien. Maar mensen moeten wel kennis maken met de boodschap van hun Heer, van hun Schepper. Tot wie zij terug zullen keren. En degene die hen zal ondervragen. Allah Ta'ala heeft als sahaba, dus waarom houden wij van sahaba? Waarom respecteren wij sahaba? Waarom eren wij sahaba? Waarom verdedigen wij sahaba? Waarom vragen we Allah Ta'ala om hen te vergeven en barmhartig voor hen te zijn? Waarom praten we niet slecht over hen? Waarom noemen we alleen maar goedheden van hen en we praten niet over hun slechtheden? Waarom doen we dat allemaal? Dat is omdat Allah Ta'ala hen geprezen heeft. En ook omdat Ar-Rasool sallallahu alaihi wasallam en geprezen heeft. Dus dat is wat zij ons geleerd hebben. Ja, dat is wat Allah Ta'ala ons geleerd heeft.
قال تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. De betekenis van dat vers is als volgt: waarlijk, Allah was met de gelovigen ingenomen, tevreden, was met hen tevreden, toen zij jou onder de boom trouw zwoeren. En hij weet wat er in hun harten is. En hij zond op hen kalmte neder en beloonde hen met een spoedig succes. Met een spoedige overwinning. Dat heet bij'at Ridwan. Dit is El bij'a betekent trouw zweren. En nou, dit is El bij'a heet bij'at Ridwan. Dit is El bij'a, was een gevolg van het feit dat Rasool sallallahu alayhi wa sallam samen met een groep sahaba op Umra ging. En jullie weten wat Umra is, hè? Ze gingen op Umra. En toen ze op de plek Al-Hudaybiyah aankwamen, werden zij door de afgodendienaars van Mekka tegengehouden. Zij mochten niet verder. Zij mochten geen Umra verrichten. Weet jullie wat Umra? Umra is een aanbidding. Al-Umra betekent letterlijk, wat betekent Umra in de taal? Nee, Umra betekent in de taal ziyara, yani bezoek. Dat betekent Umra in de taal. Maar in de shara, Umra is een aanbidding. Ja, daarvoor is intentie nodig. En je begint met een meqat, zoals dat heet. Hè? En vervolgens maak je de intentie dat je die aanbidding gaat verrichten voor Allah Ta'ala, om dichter bij Allah Ta'ala te komen. En dan begin je met aantal handelingen. Ja, dus je komt aan bij al-miqat. Dat is de grens. Bepaalde plaatsen, dat is al-miqat. Bijvoorbeeld als we vanuit Medina gaan. Nou, de al-miqat, die heet al-Hudayfa. Tayyib. Het is gewoon van Medina tot daar ongeveer 7 kilometer. En daarna zo'n ongeveer 450 kilometer naar Mekka. Ja, want de Umra en de Hajj vinden plaats in. Ja, dus de Umra vindt plaats. Natuurlijk, de meeste handeling van de Umra, waar vinden ze plaats? In Mekka. En wel om de, ja, in het Masjid al-Haram. Ja, want daar vindt Tawaf plaats. En ook Sa'i, tussen Safa en Marwa enzovoorts. Nou, en dan begin je, dus als je bij de grens aankomt, je hebt de intentie om de Umra te doen. Nou, dan ga je daar, je ontdoet je van je kleren, van je, zoals je die hebt. Hè. En dan draag je gewoon libas al-ihram, zoals dat heet. Hè. Dat is 2 lappen gewoon, hè, stof. En vervolgens zeg je labbaik Allahumma Umra. Hè. Bijvoorbeeld, je zegt labbaik Allahumma Umra. En daarna begin je. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. En dan ga je zo tot, ja, totdat je bij Kaaba aankomt of totdat je de huizen van Mekka ziet. En dan stop je met talbiya en dan ga je tawaf doen. Ja, dat is ronddraaien om de Kaaba. Dat is een aanbidding. En dan ga je daarna achter standplaats van Ibrahim alayhisselam, 2 raka's bidden en daarna ga je Safa, dus lopen tussen Safa wal Marwa. Als je klaar bent, dan ga je je haren scheren of knippen en dan ben je klaar. Dat is de Umra, dat is een aanbidding. Rasool sallallahu alayhi wa sallam ging met zijn vrienden en dat waren ongeveer 1400, 1500. Hij ging gewoon Umra verrichten. Dus Allahu Ta'ala aanbidden. Nou, de afgodendienaars, die wilden dat niet.
En zij hielden hen tegen. En op die plaats, op die plek Al-Hudaybiyah, daar werden onderhandelingen gevoerd. En daar zwoeren ook deze sahaba die aanwezig waren, trouw aan Ar-Rasool sallallahu alaihi wasallam. Om hem te blijven steunen en helpen. En om de dien te verdedigen. Uiteindelijk zou er een solh komen. Een solh, wat betekent dus een verzoening. Een overeenkomst werd dan gesloten daar. En er was een solh ontstaan. En over hen, over deze sahaba met name, zegt Allah Ta'ala, لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ. Waarlijk, Allah Ta'ala, Allah is tevreden over de gelovigen. Het zijn dus werkelijk de gelovigen. En want Allah Ta'ala noemt hen الْمُؤْمِنِينَ لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ الْمُؤْمِنِينَ bepaald. Dus Allah Ta'ala getuigt voor deze sahaba dat ze mu'minoon zijn. En dat is een prijzing natuurlijk. Allah Ta'ala prijst hen hier. En maakt duidelijk en deelt ons mede dat hij tevreden is met hen. En met hun dien, met hun geloof, met hun daden en met hun leven. فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ. En hij weet wat in hun harten is. Immers Allah Ta'ala weet alles. يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَأَخْفَى. Sterker nog, يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى. Ja, dus al-jahr, dat is datgene ja, wat je dus openbaar maakt. En aghfa, dat is datgene wat je niet openbaar maakt. Maar sir is een geheim. Ja? Dus Allah Ta'ala is alwetend. Hij weet alles. Hij weet wat in de harten is. Ala ya'lamu man khalaq, wa huwa al-latiful khabir. Fa'alima ma fi qulubihim. Dus hij weet dat wat in de harten van deze sahaba is. En dat is geloof. Echte, waar geloof. فَأَنْزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ. En hij liet kalmte neder. Hij zond kalmte op hen neer. In hun harten, zodat ze rustig zouden blijven. وَأَتَابَهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا. Ook zegt Allah Ta'ala over hen. وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنْصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُمْ بِإِحْسَانٍ رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. Het betekent aan de allereersten van de uitgewekenen, van de immigranten. Dat zijn de eerste moslims, de eerste gelovigen. Uiteraard als ik zeg de eerste moslims van deze umma. Van deze umma. Daarvoor waren moslims, want alle profeten en hun volgelingen zijn moslims. Ja, maar dat dus de eerste die in de laatste profeet geloofde van deze umma. De allereerste. En dat zijn de immigranten die gedwongen Mekka moesten verlaten. Om naar Medina te gaan. En daar werden zij ontvangen door Al-Ansar. Al-Ansar, de helpers. Ja, dus, en de allereerste van de uitgewekenen, oftewel immigranten en van de helpers. En dat zijn Ansar. En zij die hem in goedheid volgen. En dat is belangrijk. Ja, dat we hen in goedheid moeten volgen. Dat we niets moeten toevoegen aan de dien. Maar dat we gewoon moeten volgen. En dat we niet zelf onbewust, bewust of onbewust, dingen gaan verordeneren. Dingen gaan toevoegen. En het vervolgens goed praten. En goed verklaren. En zeggen, ja, maar daar is niets mis mee.
Dat is helemaal goed. Ja, maar er is bid'ah hasana. Er is toch niets mis mee. Nee. Volgen. In goedheid. Volgen. Dat is belangrijk. Allah is met hen ingenomen. Ja, niet tevreden. En zij zijn met hem ingenomen. En hij heeft voor hen jannatin klaargemaakt. Waar de rivieren onderdoor stromen. Daarin zullen zij altijd blijven. En dat is de geweldige triomf. Dhalika al-fawzu al-azim. Dhalika al-fawzu al-azim. Geweldig, groot, zegen, grote triomf. Dhalika al-fawzu al-azim. Ja'ana lillahu wa iyyakum min ha'ula. Amin. Dus dat is een wat zien we hier in deze verse? Een enorm prijzing van Allah Ta'ala en Sahaba. Radiyallahu Ta'ala anhum wa ardahu. Ja, en het vers wordt ook duidelijk. Dat hij alleen met degene die in de voetsporen treden van Sahaba. Dat tevreden zal zijn. En dat degene die afwijken van de voetsporen van Sahaba. Dat ze geen tevredenheid zullen hebben van Allah Ta'ala. Dat hij niet met hen tevreden zal zijn. En als iemand nou zegt, ja, maar hoe staat het met degene daarvoor? Nee, we praten over vanaf de komst van de laatste profeet. Sallallahu alaihi wasallam. Duidelijk, vanaf de komst. Want daarvoor waren ook moslims. Ja, de volgelingen, de profeten en hun volgelingen. Nou, en voor hen geldt ook. Voor hen geldt ook. Degene die de profeet volgde. Die tot hen is gezonden. Allah Ta'ala zal met hen tevreden zijn. Maar degene die afweken van hun profeet. Allah Ta'ala zal niet tevreden met hen zijn. Ja, dus dat is gewoon regel. Een algemeen regel. Wa qala ta'ala. Wa man yushaqiq ar-rasul min ba'di ma tabayyana lahu al-huda. Wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin. Nuwallihi ma tawalla. Wa nuslihi jahannam. Wasa'at masira. Wat betekent aan wie? De gezant, ja, dus al-Rasool, sallallahu alayhi wa sallam, tegenwerkt nadat de leiding hem duidelijk is geworden en hij toch een andere weg volgt dan die van de gelovigen, die zullen wij laten volgen wat hij wil en wij zullen hem in de hel werpen. En dat is pas een slechte bestemming. Wat is het bewijs hier? In dit vers. Wat is het bewijs? Dat Allah Ta'ala tevreden is met de weg van de Sahaba. En dat hij met hun weg is ingenomen. Wat is het bewijs hier uit het vers? Ja, en een ander weg volgt dan. Dat is het bewijs. En een ander volgt, een weg volgt dan de weg van al-mu'minin. En wie zijn al-mu'minin hier? Uiteraard sahaba in deze ayah. Want dat waren die tijd de enige al-mu'minin. Zoals sahaba, radiyallahu anhu. En degene die dat doet, Allah Ta'ala waarschuwt hem. Voor de hel. En hij deelt mede. Dat hij degene die dat doet. In de hel zal laten braden. Wat betekent. Dat afwijken van hun weg. Dat het geen kleine zonde is. Maar dat een grote zonde is. En daarom beste mensen. Houden wij van sahaba. Daarom respecteren wij sahaba. Daarom noemen wij alleen hun goedheden. Daarom praten wij niet slecht over hen. Daarom praten wij niet over hun slechtheden. Daarom vragen wij Allah Ta'ala om barmhartig voor hen te zijn. En om hen te vergeven. En we geloven dat zij beter mensen zijn dan al degenen die na hen komen. Sterker nog, 1 uur van hen
een van hen, een uur van een van hen met de Rasool sallallahu alayhi wa sallam, is zoals Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhum heeft gezegd, beter dan 40 jaren van een van ons in aanbidding. Ja, dus die baraka van de Rasool sallallahu alayhi wa sallam die hem bereikt heeft. Het effect ervan. Alleen Allah ta'ala kent het effect ervan. Naam. En ook de Rasool sallallahu alayhi wa sallam heeft de waardigheid van Sahaba beschermd. Zoals duidelijk wordt uit de volgende hadith. لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة متفق عليه. يعني الحديث رواه الإمام البخاري المسلم متفق عليه بالتأكيد الإمام البخاري المسلم أبدي زي حديث أوفر خليفة. That is in from the hadith. That is in heel veel hadith waarin de Rasool sallallahu alaihi wasallam de Sahaba prijst. En waarin hij ons de opdracht geeft om hun voetsporen te volgen. En waarin hij het verbiedt om slecht over hen te praten. Of om hen uit te schelden. Om hen te vernederen of te kleineren of wat dan ook. Zoals deze hadith. La tasubbu ashabi. En wat betekent? Laster mijn ashab niet. Scheld mijn ashab niet uit. Fawalladhi nafsi biyadihi. Wat betekent, ik zweer bij Allah. Want fawalladhi nafsi biyadihi, dat betekent bij degene in wiens nafs, in wiens hand mijn nafs is. En dat is Allah Ta'ala. Law anfaqa ahadukum mithla uhudin dahaba ma balagha mudda ahadihim wala nasifa. Dus als een van لو أنفق أحدكم, en als een van jullie, en je moet opletten, أحدكم hier, het gaat niet hier uiteraard om ons, maar hier gaat het om de Sahaba zelf, die niet als eersten moslim werden. Ja, want de reden dat de Rasool sallallahu alaihi wasallam deze hadith heeft gezegd, dat is dat er een oneenigheid was tussen Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu en Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dat is een van de eerste sahaba. Khalid bin al-Walid radiyallahu anhu, hij werd later moslim. Ja, hij werd na de verzoening van Hudaybiyah, werd hij moslim. Was een oneenigheid tussen een twee. En toen zei Khalid van, ja, jullie gaan praten. Jullie denken dat jullie wat meer zijn dan wij. Vanwege het feit dat jullie eerder moslim zijn geworden dan wij. En de Rasool sallam, hij werd boos. Hij was boos en woedend. En hij zei tegen Khalid, maar wel algemeen. La tasubbu ashabi. La tasubbu ashabi. En hij maakte duidelijk aan Khalid en aan anderen en aan ons. Ik zweer bij Allah, zegt hij, als een van jullie zoveel goud uitgeeft als berg Uhud, fi sabilillah, dus omwille van Allah, dan zal hij niet datgene bereiken wat zij hebben uitgegeven. En el moedde, en dat is el moedde. Dus dan zeg maar, wat is dat? Een kom, hè? Dus een handen kom, hè? Of de helft daarvan. Zo belangrijk zijn as sahaba radiyallahu ta'ala anhum wa ardhahum. En daarom geloven wij dat geloof wat onder andere deze imam hier ons leert. En de rechten van Sahaba op de umma behoren natuurlijk tot grote rechten. Een aantal van die rechten heeft de imam
Al-Uthaymeen, rahmatullah ta'ala alayh, in zijn verduidelijking van dat boek hier vermeld. En ik ga ze één na één vermelden. Eerst, mahabbatuhum bil qalbi, wa thana'u alayhim bil lisani, bima asdawhu min al ma'rufi wal ihsan. Eerst, mahabbatuhum bil qalbi, dat wil zeggen dat we van hen houden. En houden van, waar is de plaats van houden van? Alhamdulillah, iedereen is het daarover eens. Al weten we niet eens wat dat is. Maar we zijn het allemaal over eens, dat houden van. Hè, dat het gebeurt met het hart. En dat is een gevoel. Het is een gevoel. Hè. En we kunnen niet meten. Ofwel. Houden van, kunnen we dat meten? Kunnen we dat op een weegschaal leggen? Nee, dat kan je niet meten. Maar waarin komt houden van tot uiting? Gehoorzamen. Gehoorzaamheid. Nou, dus als je echt werkelijk van Allah ta'ala houdt, dan gehoorzaam je hem. Geloof je werkelijk, hou je werkelijk van al-Rasool sallallahu alaihi wasallam, dan gehoorzaam je hem. En dus, dan geloof je dat geloof wat hier staat in Sahaba. He, want dat is gehoorzaamheid aan Allah Ta'ala. Dat is ook wanneer iemand van iemand houdt. Een echtpaar, stel een vrouw, een man. Als je van je vrouw houdt. En ze vraagt om iets. Je kan dat geven. Doe je dat of niet? Ja, natuurlijk. Dat doe je graag. Want je houdt van haar. Maar als je niet van haar houdt. Ja. Dan doe je dat niet. En als je dat zou doen, dan doe je het niet graag. Zo is dat eenmaal, want houden van betekent gewoon gehoorzamen. Wat thana'u alayhim bil lisan, en dat wil zeggen dat we goed over hen praten. Dat we hen prijzen met ons lisan, met ons tong. Want zij hebben natuurlijk heel veel ma'roof, al-ihsan. Zij hebben, zoals ik heb aangegeven, zij hebben deze dien verdedigd. Ze hebben al-Rasool sallallahu alaihi wasallam geholpen met alles wat ze kunnen. Met alles wat ze hadden. Ze hebben geleden. Ze hebben werkelijk geleden. Ze zijn gemarteld. Verdreven. Bestreden. En dat hield hen niet, tegen om door te gaan op deze weg. En om uiteindelijk ook deze dien en ons te brengen. Want ja, zoals jullie hier zijn, de een komt uit Afghanistan, de ander uit Marokko, weer een ander uit Turkije, weer een ander uit Nederland, en noem maar op. Maar allemaal moslims. Deze dien heeft ons bereikt. Als de sahaba, radiyallahu ta'ala, zouden leven zoals wij nu leven, dan zou het dien ons waarschijnlijk niet bereikt hebben. Zoals wij tegenwoordig leven. Blijft op je plaats. Je houdt je bezig met je eigen leven. Je bidt vast enzovoort. Kennis vergaren, maar dat is het. Ja, want de sahaba, beste broeders, leefden op de heiligste plekken. Eén gebed in Mekka komt overeen met 100.000 gebeden elders, behalve in Masjid al-Nabi, want één gebed in Masjid al-Nabi komt overeen met 1000. En Nabi sallallahu alaihi wasallam heeft gezegd, diegene die in Medina kan sterven, die moet dat doen. Zij kenden allemaal deze hadith. Maar ze hebben niet gezegd van, weet je wat, laten we gewoon in Mekka blijven. In Medina. En dan hebben we deze beloning. Prachtige beloning, hè? Eén gebed. 100.000 gebeden elders. Dat weten ze. Maar ze weten ook dat overdragen van de boodschap, van de dien, nog meer waarde heeft. En daarom hebben ze het gedaan. En ze weten dat overdragen van de dien de weg is van al-Rasool sallallahu alaihi wasallam. Met kennis en met wijsheid en met barmhartigheid.
Naam, want islam is da'wa. Is da'wa, of niet? Toch, we zeggen toch da'wa toe? Ahli sunnat wal jama'a, da'wa. Islam is da'wa. Ten tweede, het tarahumu alayhim, yani, als het gaat om rechten van de sahaba. Tweede, het tarahumu alayhim, wal istighfaru lahum. En dat we Allah ta'ala vragen om barmhartig voor hen te zijn. En dat we Allah ta'ala vragen om hen te vergeven. En dat is natuurlijk wat deze woorden duidelijk maken van Allah ta'ala. Alladhina ja'u min ba'dihim. يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Ten derde, الكف عن مساوئهم التي إن صدرت عن أحد منهم فهي قليلة بالنسبة لما لهم من المحاسن والفضائل وربما تكون صادرة عن اجتهاد مغفور وعمل معذور لقوله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي الحديث. هذا الدرد الكف عن مساوئهم dat wil zeggen ja, dat we niet praten over als er bepaalde slechtheid is verricht door een van hen, door een van hen. Want als dat zo zou zijn, maar dat is vergeleken met wat ze aan goedheden hebben verricht en gedaan enzovoorts, niets. Valt gewoon niets. En waarschijnlijk ook is dat als sprake zou zijn van zoiets, hè, dan zou het een gevolg zijn van een bepaald ijtihad. Gewoon bepaald is die haar, dus niet bewust. Ja, of een daad waarvoor ze excuus hebben. Zoals bijvoorbeeld het geval van wat er gebeurd is tussen sahaba enzovoort. Ja, het was allemaal ijtihad. Iedereen dacht dat hij gewoon juist handelde. Uiteraard was er sprake van al-haq en al-batil. Maar allemaal dachten ze dat ze op al-haq waren. En dat ze al-haq verdedigden. Nou.